In deze video eindelijk het verslag van onze reis naar Oostenrijk. We zijn um, eigenlijk met, uh, met het gezin naar Oostenrijk, en vrienden, naar Oostenrijk op reis geweest. We zijn naar de Alpen vertrokken, naar het gebied. Dat is eigenlijk, als je vanuit België vertrekt, is dat eigenlijk uh, bijna de dichtstbijzijnde plek om naar de Alpen te gaan. Het is dus vlakbij de grens met uh, Zwitserland. En je moet eigenlijk bijna alleen maar door Duitsland te rijden. Een deel. Om dan al snel in uh, Oostenrijk terecht te komen. Waar je de eigenlijk uh, denk ik in totaal was het iets van 900 kilometer. En dat we op um, ongeveer iets minder dan 10 uur. Ik denk dat we 9 uur of zo gereden hebben. Um, met de camper uit, Alleen met de camper, met de kabinet. Uiteraard dus niet aan superhoge snelheden op de Duitse snelweg. En uh, zelf vertrekken we dan uh, altijd s'avonds, zodat het, uh, de jongste kan slapen in de auto. En als we dan uh, na, na ongeveer vijf uur rijden, wel met tussenpauzes uiteraard, hebben we het dan wel gehad en dan uh, parkeren we ons op een kamperplaats uh, waar dat we... Opnieuw 4, 5, 6 uur slapen. En dan de volgende dag, eigenlijk, s morgens verder rijden tot op de bestemming. En dat is eigenlijk vrij vlot gegaan. En ik moet zeggen, uh, om in de bergen gelegen te zijn, is uh, het Silvretta gebied heel vlot bereikbaar. Heel grote uh, wegen, die ook, uh, denk het moeilijkste punt, ofwel ja, het moeilijk was eigenlijk een. Uh, de Silvretta-pas zelf, dus het, punt waarbij, dus het, het gebied Goutour en dergelijke waar dat we waren, was eigenlijk op uh, ongeveer, ik denk dat dat 1500 meter hoogte was boven de zeespiegel. Dus we moesten op een bepaald moment wel de pas nemen om de bergen in te gaan. En die pas, dat is de Silvretta-pas, dat is betalend, ten doorgaan hebben we die betaald tenminste. In terugkeer hadden we een Silvita-pas van de camping en dus een kaartje, een Silvita-pas van, pas van kaartje, waarmee dat eigenlijk van alles binnen het Silvita-gebied gratis was. We konden met die, met die Silvita-kaart, we gratis op de skiliften, konden we gratis met de bus, konden we zelf in zwembaden en dergelijke gratis binnen. Dus we konden daar van alles doen. En met dat we kinderen mee hadden, was dat wel handig dat we daar heel veel dingen gratis konden doen. We hebben daar ook de skiliftjes genomen bijvoorbeeld naar... Um, Zwitserland, het hoogste punt daar was net geen 3000 kilometer of 3000 meter meter boven de zeespiegel. Dan de, de, de bedoeling, dus we wilden vooral gaan klimmen. En dan uh, heb je ook een, een boulderpark. bouldern dat is uh, klimmen op rotsen. Um, Boulders eigenlijk uh, niet beveiligd, dus niet in de lengte, maar vooral technische uh, uitdagingen. Uh, Allerlei vrij korte klimpogingen, maar dan vooral zeer technisch. Ik heb er ook wat videomateriaal van, dan kun je zien wat ik daarmee bedoel. En dan heb je van die matten die je beneden liggen waarop je eventueel kunt terechtkomen, moest je toch ten val komen. En uh, die matten kon je daar ook huren bijvoorbeeld. Je had heel veel intersport, uh, sportwinkels waar je dus kon uh, van alles huren. Je had ook heel veel mountainbike verhuur. Je ook veel motors gezien, motorrijders en we hebben eigenlijk goed weer gehad, we hebben maar twee dagen van de tien slecht weer gehad of regen gehad, beter echt slecht was het nog niet, het was gewoon regen. en dan bleek wel dat we, dus dat bleek wel een probleem te zijn. als het regende konden we de de schuifdeur niet laten openstaan, dus moest alles dicht van de kamer, maar anders zou het gewoon binnen regende. dus dat betekende ook dat we niet konden koken, want als het volledig dicht is kunnen we niet staan koken in de kamertom. en we konden op dat moment ook niet de batterij opladen omdat ik nog geen stopcontact aan de buitenkant heb. Mijn stopcontact zit op het keukenblok en het keukenblok is enkel bereikbaar als de schuifdeur open staat. De koelbox heeft het heel goed gedaan. Op die twee dagen dat we eigenlijk de batterij met moeite konden opladen, is hem toch blijven koelen door een combinatie van eigenlijk, uh, koelen op de startaccu terwijl dat we rijden en koelen op uh, 42 volt. Op de camping hing die. Op het moment dat het regende, dat was een de Van de lenzen die ik mee had, dus ik had um, denk ik de 35 mm 1.4 voor portretten, had ik mee. Die heb ik eigenlijk denk ik maar één keer gebruikt. Dan had ik de 10 tot 24 mm f 4 uh, lens mee voor, voor landschappen. Dat heb ik één keer ook gebruikt in het begin. Maar dat heb ik meestal op mijn, uh, juist omdat ik zo weinig tijd had. Heb ik eigenlijk meestal de 23 mm F2 lens op mijn body laten staan. Met niks T1. Die ik daar gewoon bij had. En zo heb ik de meeste foto's gemaakt. Die je hier ook kunt zien. Maar het was een geslaagde reis. En uh, je zult het al gezien hebben in de video's die eerder gedeeld zijn. Dat ik ondertussen ook een luifel gekocht heb. Die luifel lost het probleem op dat de deur ook open kan staan als het regent. Dus vanaf nu kunnen we als het regent. Zolang er niet zoveel wind is eigenlijk, kunnen we als het regent ook gewoon staan koken. En dan zal ik nog kijken voor een betere uh, acculader. De zetels, ja, die zijn er nog altijd niet. Ik heb de uh, firma die dat zal regelen voor mij al een paar keer proberen te contacteren. Maar ik veronderstel dat ze in verlof zijn op dit moment, want ze nemen op dit moment gewoon uh, niet op. Dus ik hoop dat ik vanaf september opnieuw kan proberen uh, die zetels daarin te krijgen. Er volgen zeker nog wel uh, updates daar rond. Dat was het voorlopig, bedankt voor het kijken en tot de volgende.